Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Hallo Sayan, mooi nummer. Stamvaste Radio. Ik heb nu contact gezocht met meneer August Boldewijn. Hij is bestuurskundige in Suriname. En hij kan u vertellen wat er allemaal in Suriname, althans de Surinaamse wetgeving zegt over bepaalde zaken. Wat nu speelt in Suriname is dat het Hof, de hoogste rechter in Suriname, heeft beslist dat Titan en Sapoen niet thuis horen in de Nationale Assemblée. Die moeten terug. Ja. Meneer Boldewijn, is dat zo? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Dat heeft de rechter inderdaad beslist. Ik dacht dus dat het afgelopen donderdag was, zo niet vrijdag. Waardoor we eigenlijk hier buiten nog geen beschikking hebben over het document waarin het een en ander staat, betrekking tot de overwegingen en dat soort zaken. Maar deze zaak is reeds een heel oude zaak, die door de voorzitter van de partij Roer was ingediend, omdat deze twee heren, Chitan en die anderen, die behoren tot de partij Roer-partij. En die mensen zijn overgelopen. En op grond van die terugroepwet, die destijds nog niet gewijzigd was, heeft men dus de zaak aanhangig gemaakt bij de rechter om dus de heren terug te roepen. U moet weten dat die terugroepwet gebaseerd is op een constitutioneel artikel, artikel 68 lid C, waarin dus duidelijk is aangegeven om welke redenen, welke oorzaken kunnen leiden tot het verliezen van jouw positie als DNA-lid, als parlementslid. En een van de redenen is namelijk het terugroepen. En op basis daarvan trouwens, de constitutie zegt ook dat er een wet moet komen aan de hand waarvan de mensen terug worden geroepen en die wet is gemaakt. Nu is die wet aangepast. Hij is gewijzigd. En de wet die geeft dus bepaalde zaken aan waarvan de rechter gebruik heeft gemaakt. En daardoor zijn de heren eruit gezet. Nu is het zo dat wij nog niet weten, omdat die jurisprudentie nog niet naar buiten is gekomen, we hebben nog niets gelezen. Nu weten we niet of deze zaak ingaat op het moment dat de heer Somohardjo die zaak heeft ingediend. En dat is dus enkele jaren terug. Maar wanneer dit het geval zou zijn, dan begrijpt u dat wij in een aantal problemen gaan zitten. Omdat de mensen dan illegaal hebben meegewerkt aan de totstandkoming van bepaalde wetten. De mensen waren daar dus niet rechtmatig bezig, omdat ze dus in feite achteraf met terugwerkende kracht uit het parlement zijn gezet. U begrijpt wat er gaat gebeuren. Al die wetten waar die heren aan mee hebben gewerkt, die zouden dan niet geldig zijn, met alle consequenties van dien. Dus ik vermoed dat de ingangsdatum van dit vonnis zal zijn vorige week, of misschien deze maand, I don't know. Maar dan heb je dan minder consequenties. Het andere punt is namelijk, wanneer de mensen eruit zijn gezet, ze zijn geen lid meer van het parlement, dan betekent het dat hun schadeloosstelling ophoudt. Betekent dus dat men geen betaling meer doet aan deze mensen. Dat zijn de zaken. We hebben gemerkt dat deze twee heren ook niet aanwezig waren op de laatst gehouden parlementsvergadering, de DNA-vergadering van afgelopen vrijdag naar zaterdag. Want die vergadering heeft tot in de ochtend geduurd. Volgens mij tot 5:00 AM. En die twee heren waren niet aanwezig. Dus ik heb het vermoeden dat de heren toch wel tevreden zijn, of tevreden, maar genoegen nemen met de beslissing van de rechter en zich willen onderwerpen aan de beslissing van deze rechter. Dus dat is de situatie van deze twee heren op dit moment. Ja, maar aan de andere kant, het lijkt wel een pyrrhische overwinning, want de Kamer gaat al op 4 april, denk ik, met verkiezingsreces. Ja, ze gaan op reces, dus daarom heb ik gezegd, als inderdaad de zaak zo is dat de heren, zeg maar de vorige week, niet meer tot het parlement behoren, dan heeft die beslissing niet zo'n groot effect, omdat de verkiezingen straks zijn. En wie zegt mij dat deze twee heren straks weer niet in het parlement zitten, omdat ze dus toegetreden zijn tot een andere partij,
Of dat ze dus toch wel een zekere zetelwinst halen, waardoor ze dus weer kunnen participeren in het parlement. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het effect niet zo groot is wanneer je dus uitgaat van de uitvoeringsdatum, die dus toch wel deze maand of vorige week zou moeten zijn. Ja, meneer, ik ben geen jurist, maar uitvoeringsdatum, ik bedoel, er moet toch een datum er moest toch een datum zijn waar het zaak aan hangen gemaakt wordt, toch? Ja. En dat is toch die datum van Somoharen, en dat is niet deze week. Nou, daar ga ik van uit, maar het kan ook anders zijn. Ik weet niet of, want deze zaak is in hoger beroep beslist, hè? Ja. Deze kwestie is nu in hoger beroep beslist. Aha. En ik weet niet wat de rechter omtrent die datum van ingang van het proces heeft gezegd in dat stuk. Vandaar dat ik zeg, ik moet de documenten nog zien en lezen om te weten wat de ingangsdatum is van de beslissing van de rechter. Zelfs als het in hoger beroep beslist is, dan is het een paar jaren geleden, want hoger beroep is niet dit jaar ingediend, toch? Nou, dat weet ik niet. En dat is nou, weet ik wel. Ik weet het niet precies. Okay. Wanneer het precies is ingediend. Wat kunnen meneer deze twee heren nog doen om het assembleegebouw niet te hoeven verlaten? Nou, ze kunnen advocaat in de hand nemen die deze zaak gaat aanvechten. Maar ik heb niet de indruk dat men dat gaat doen. Nogmaals, zoals u dat ook hebt gezegd. Het effect is heel weinig, is heel klein. Omdat de verkiezingen straks zijn. Dus de heren gaan zich nu richten op de verkiezingen. Bovendien, de heren zijn reeds lid van een andere partij, dat is de HVB. Aha. En die HVB die werkt samen dus met de huidige partij die aan het bewind is. Ja, maar ik denk dat deze wet, het vonnis betrekking heeft op hoger beroep. En die is voor mij in 2016 was er een hoger beroep. Ja, 2016 is 2016, dat. 2016, ja. Wat zijn de consequenties dan voor deze heren? Los dat ze verplicht zijn om nu het gebouw te verlaten en een lidmaatschap in te dienen. Moeten ze terugbetalen, terugstorten? Want ze hebben dan toch onterecht geld van het volk ontvangen. Ja, dat zou het resultaat zijn wanneer je met terugwerkende kracht die beslissing gaat uitvoeren. En wat ik weet is dat je dan jouw schadeloosstelling niet meer krijgt gedurende de periode dat je dus geen lid meer bent van het parlement. We hebben een situatie gehad, ik dacht in 2015 of 2010, waarbij de heer Boutersen ook lid was van het parlement. En een van de redenen, een andere reden waarom je dus je lidmaatschap van het parlement kan verliezen, is wanneer je gedurende 5 maanden niet in het parlement verschijnt. En deze meneer was 5 maanden niet in het parlement verschenen en hij is eruit gezet. En heeft geen geld meer gehad. He? Dus ik moet nog zien hoor wat de inhoud is van het vonnis, om te bepalen van wat de consequenties hiervan zullen zijn voor de beide heren. Uh-huh. Want ik bedoel, ze hebben meegewerkt aan x aantal wetten. Wat zal met die wetten gebeuren? Ja. Dus dat leg ik uit, toch? Worst scenario, slechtste geval. Dat betekent dus dat al die wetten weer moeten worden herzien. En alles moet weer opnieuw worden geredigeerd moet worden behandeld in een nieuw parlement, waarbij twee andere heren nu de plaats zullen innemen van deze heren. En de twee andere heren die eigenlijk de plaats zullen innemen, zijn mensen van de VHP, één van de VHP en één van de NPS. Ja. Want in feite was die kandidatenlijst ingediend door V7. Dat is een combinatie, toen mocht het nog dat je in combinatie aan de verkiezingen kon deelnemen. Dus er was een gemeenschappelijke kandidatenlijst ingediend, waarbij als opvolgers van deze twee heren, iemand van de VHP en iemand van de NPS, waren voorgedragen. En die twee heren die gaan hun positie innemen. Wat er nog moet gebeuren hier, en dat heeft dus dat proces ook zo lang gemaakt, zowel de voorzitter van het parlement als de voorzitter van het Centrale Hoofdstembureau moeten uitvoering geven aan het vonnis. De voorzitter moet aangeven van luister, de heren zijn geen parlementariërs meer. En dat moet doorgegeven worden aan het hoofdstembureau, het centraal hoofdstembureau, die eigenlijk de uitslag van de verkiezingen meedeelt, wie is gekozen en wie niet.
En die zou dus ook de maatregelen moeten nemen met betrekking tot de twee nieuwe heren. Want die zijn dus nu wel gekozen. Die komen dus wel als parlementariër binnen. Dus die activiteit moet nog ook gebeuren. Dus ik kan me voorstellen dat die voorzitter van ons, van het parlement, die zit ook te wachten op het document van de rechter. Die ze nog niet heeft om daar uitvoering aan te geven. Ja, ja. Hè? Ja, dus, nee. Dus dat zijn de zaken die eigenlijk nogal wat vertragingen oplevert. Mm-hmm. En ik denk, meneer Boldewijn, het is bijna een maand voor de verkiezingen, om het zo te zeggen. Ik bedoel, 4 april dan houdt het werk van de parlementariërs op. Waarom heeft het zo lang geduurd? Dus ik dat vraag, eigenlijk moet ik u eerlijk zeggen hoor, ik was deze hele materie vergeten. Iedereen? Nee, ik was de hele zaak vergeten, dus toen dat vonnis er kwam, toen heb ik me afgevraagd van, maar welk vonnis is dit? Is het een nieuw vonnis dat, althans een nieuwe aanklacht of iets dergelijks, wat de heer Somohadjo had ingediend, of is het die oude? Maar ik heb begrepen dat die oude is die lopende was. Maar kijk, laat me dit van zeggen hoor. Waarom het zo lang geduurd heeft. Onze rechterlijke macht is onderbezet en onderbemenst. Laat me het zo zeggen. Van de zijde van de regering. En dan let ik niet alleen maar op het ministerie van Justitie en Politie. Onder wiens verantwoordelijkheid die rechterlijke macht valt. Maar onder deze regeringen, althans de regeringen, is er geen rekening gehouden met het human resource management. Het human resource management laat jou plannen op personeelsgebied. Meneer, hoeveel mensen heb ik nodig of zal ik nodig hebben gezien de werklast die ik tegemoet zie? Meneer, er is op dit moment een coronavirus aan de gang in het land. Zoveel mensen zullen ziek worden. Maar wie heb ik dan in de plaats om als vervanger op te treden? Er zijn mensen die van de universiteit komen, die jurist zijn, maar die allemaal naar de advocatuur gaan. Waarom gaan ze niet naar de zittende of de staande magistratuur? Dat zijn zaken die met die planning te maken hebben. En ik heb me afgevraagd of de Surinaamse overheid dit soort zaken niet in ogenschouw neemt. Want ik moet je eerlijk zeggen hoor, als je geen rechters hebt, timmelt die hele rechtsstaat van ons in elkaar. Dan ga je niet meer praten over een rechtsstaat. Want je hebt geen rechters die recht kunnen spreken. Hè? Recht kunnen maken wat krom is. En dat is het probleem op dit moment. Ik zie niet anders. De personele bezetting. Uh-huh. Het human resource management van Suriname op dit stuk is zwak. Men heeft daar heel weinig aandacht aan besteed. Ja, ja. Maar ik nu weet ik niet helemaal hoe het zit. Maar voor mij is het Hof is de hoogste rechter in Suriname, toch? Na Hof in hoger beroep kan je niks meer doen in Suriname, neem ik aan. Nee, je kan niks meer doen. Het Hof van Justitie is de hoogste rechter. Uh-huh. En die spreekt ook recht uit in zaken waar dus politieke ambtsdragers betrokken zijn. Mm-hmm. Dus daarom is het... Dus een nieuwe gelegenheidswet van de 26 plus zal geen soelaas bieden, zegt u? Ik weet het niet. Dat moeten we nog. Ik weet niet hoe die wet in elkaar zit en wat de inhoud is van die wet van 26 plus. Uh-huh. Dus daar kan ik geen oordeel over vellen, hoor. Nee, ik bedoel dat zij... In Suriname wordt het soms inmenging genoemd, toch? Dat zij die 26 geleden, als er iets voor de rechter is, dat ze snel een wet maken en snel... Ja. Oh, ja. Mm-hmm. Ja, die soort interventie. Hè? Ja, is er nog mogelijkheid gelaten voor de interventie uit het verleden, zoals we die kennen? Nee, omdat je nu een constitutioneel hof hebt. Dus het constitutionele hof kan bepaalde zaken toetsen aan de grondwet, mm-hmm, of aan internationale rechtsregels. Dus als dat het geval is, dan heb je geen mogelijkheid meer om van 26 mannen iets te doen. Het constitutionele hof mag dus iets dat die 26 leden aanvaarden in de gauwigheid. Je kan die toetsen aan de constitutie. En je kan zeggen, nou luister, dat ding is inconstitutioneel. Ja, ja. Die mogelijkheid is dan kleiner geworden. Ja, dus het constitutioneel hof is al in werking? Ja. Als het goed is, moeten de leden reeds allemaal op hun plaats zijn. Kijk, er was wel een probleem met de samenstelling van het constitutioneel hof. De leden van de oppositie, die hadden
een aantal voorstellen gedaan voor de invulling van de posities van het constitutioneel hof. En de mensen van de coalitie die hadden ook voorstellen gedaan voor de invulling en met personeel. En op een gegeven moment heeft men slechts de mensen van de coalitie gekozen om invulling te geven aan de posities van het constitutioneel hof. Maar het is jammer voor hun, maar ze zijn vergeten dat er bepaalde procedures zijn bij het invullen van deze posities. En die procedures die hebben ze niet gevolgd, waardoor de zaak is teruggeroepen. En de president heeft toen gezegd, luister, ik ga niet alleen de mensen van de coalitie hier in dat ding opnemen, maar ik ga ook de mensen van de oppositie. Tot daaraan toe zijn we gekomen met de invulling van de posities. Daarna heb ik niets meer gehoord van deze kwestie. Dus of het constitutioneel hof functioneert zoals dat in de grondwet is aangegeven, I don't know. Oké, dat is duidelijk. Zaterdag in de ochtend, of vrijdag op zaterdag, is weer zo'n overnight wet genomen. Dus een hele snelle wet in de nacht. Hoe kijkt u naar die wet? Nou, het is een wet die dus begonnen is, althans een bespreking, over de wijziging van die wet toezicht financiële transacties, als ik me niet vergis hoor. Die begonnen is op vrijdag en zaterdagochtend om 5:00 is geëindigd. Wanneer je dit soort zaken zo bekijkt, want de oppositie die heeft gezegd, mevrouw de voorzitter, kunnen we de zaak niet verdagen tot een nader te bepalen datum. Maar de voorzitter heeft gezegd nee, want de meerderheid van de leden heeft toch wel voorgesteld om door te gaan. Je begrijpt wel dat eigenlijk de kwaliteit van een beslissing wordt bepaald door de vermoeidheid, of mede bepaald door de vermoeidheid van de hersenen. En ik denk dus dat er iets uit de bus is gekomen wat de mensen van de oppositie niet graag wilden hebben. Kijk, wanneer het gaat dus om een wijziging van een wet, dan ga je ervan uit dat het om die wijziging van die wet gaat. Wijziging wet toezicht financiële transacties. Waarbij het hier gaat om wat ga je doen met de koers? Nu is die koers dan toen vastgesteld op 7,50. Je mag geen andere koers hanteren. Wanneer je dus valuta gaat inwisselen of wanneer je valuta gaat kopen, daar komt het min of meer op neer. Maar een ander aspect van deze zaak, en dat heeft de oppositie gezien als een nieuwe wet die zou moeten worden gemaakt, heeft te maken met het bezitten door particulieren. Dat zijn jou en jij en ik. Ja. Die dus valuta bezitten. Ja. Dat wij die valuta alleen maar mogen verkopen aan de bank. Als we dus dat gaan omwisselen. En niet aan de cambio's. Hè? Mm-hmm. Die cambio's moeten hun valuta ook alleen verkopen aan de centrale bank. Tegen de bankkoers en niet anders. En de mensen van de coalitie, op de oppositie, hebben gezegd, nee, we praten niet meer over de wijziging, maar dit is een nieuwe aangelegenheid. En daar waren ze het niet mee eens, en toen zijn ze weggelopen. Dus daar gaat het in feite om. Kijk, men heeft, van de zijde van de oppositie, heeft men zo'n beetje de mensen duidelijk gemaakt, dat wat die regering wilde hebben, is dat wanneer je geld, valuta, zaken, of valuta op de bank hebt, dat je toestemming zou moeten geven dat men die aan die valuta komt. Maar dat is niet het geval geweest. Hè? En de mensen van de oppositie zeggen, kijk, omdat wij dat gezegd hebben, zijn ze dus teruggegaan, of ze hebben een stap terug gedaan door te zeggen van, de mensen mogen hun valuta alleen maar verkopen aan de bank, of de centrale bank, maar niet meer aan de cambio's. Dus dat zijn de verwikkelingen die hieromtrend geweest zijn. Maar in ieder geval, die wet is aangenomen. Ja, is aangenomen en ik heb die wet ook gelezen. Ik denk dat u, meneer Boldewijn, op dit moment bent u strafbaar. Want ik neem aan dat u wiens vatje, u moest op one valutina of zo. En u mag geen valutina hebben dat als ingezetene. Hoe dan ook. En ik, kijk. Deze kwestie gaat leiden tot een grote mate van
Oh, zwarte markt hoor. Dat kan ik je zeggen, want een heleboel mensen hebben hun valuta zeer duur gekocht. En ik zie nog niet zitten dat mensen valuta voor 7,50 aan de bank of aan de centrale bank zal verkopen. De handelaren die hebben mij ook gezegd, want ik heb dus een contacten met enkele. Meneer, ik heb dus mijn valuta hier, die ik heb, de dollars, die ik straks moet inzetten om spullen te kopen, om materiaal te kopen, heb ik zeer duur gekocht voor meer dan 10 SRD. En nu moet ik het voor 57 gaan verkopen. Hoe dan? Huh? Dus ik denk dus dat de zwarte markt hier gaat bloeien. De kwestie is namelijk dat die 57 die men heeft vastgesteld niet gebaseerd is op een onderzoek van de macro-economische ontwikkelingen. Anders had men kunnen zien van, luister nou, reeds jaren, en niet alleen onder deze regering, ook onder vorige regeringen van Venetiaan en zo, die hebben dus verzuimd om een van de basisprincipes van de economie, namelijk dat jouw inkomsten groter moeten zijn dan jouw uitgaven, mee verzuimd om aan dat principe te voldoen. En na verloop van tijd krijg je dus dit, dat je betalingsbalans scheef gaat lopen. En wanneer een scheve betalingsbalans is, betekent het dat je geen inkomsten meer krijgt van de valuta, maar dat je dus toch wel valuta moet uitgeven om dingen te kopen. Vandaar is dat we, volgens de berichten die ik heb gehoord, nauwelijks een maand nog kunnen gaan met de valuta daar op de centrale bank. De centrale bank is zelf ertoe overgegaan om goud te verkopen. Goud dat moet dienen als grondslag voor de dekking van de Surinaamse munteenheid. Begrijp je waar we naartoe gaan? En dat Fitch, een van de ratingbureaus, ons zegt dat we in feite een schurkenstaat zijn, want daar komt het in feite op neer. Geef die maar ongelijk dan. Ja. Geef die maar ongelijk. We hebben die hele zaak naar de bliksem doen donderen op dit moment. Dat is wat met Suriname gebeurt. En ik zie dit ding nog niet opgelost met deze wet, die wijziging van deze wet. Mm-hmm. De mensen gaan hun valuta van de bank weghalen en ergens in een koffer in hun huis stoppen. Want die mannen zijn bang door die hele kwestie van wat bij de centrale bank gebeurd is. Dat men die valutakasreserve heeft weggehaald en heeft samengevoegd met die internationale reserve. En daarvan betalingen heeft gedaan, want dat zegt de minister van Financiën. We hebben die twee dingen samengevoegd. Waardoor men niet exact kan zeggen wat met die valutakasreserve van de banken die bij de centrale bank waren, is gebeurd. Die mensen zijn, als het ware, kopschuw geworden. Ze hebben geen vertrouwen meer in het bankwezen. Dus die mannen gaan hun geld weghalen van de bank. Alle valuta gaan ze weghalen bij de bank. En ergens stoppen. Waar weet ik niet. Maar dat mag ik verwachten hoor. Nee, maar dat mag je verwachten. Dat lijkt me logisch. Maar als u nu valuta weghaalt bij de bank en u zet hem in kussensloop of in een zolder, is strafbaar, want u hebt vreemde valuta thuis. Nee, maar volgens de wet, volgens de nieuwe wet. Die wet zegt, je mag je geld weghalen, je mag je geld opnemen. En je mag het gebruiken hoe je wil, alleen je moet het niet bij de cambio's gaan wisselen. Dat heb ik begrepen. Dus ik kan het wel bij mijn buurman wisselen? Ja. Nou, je mag het bewisselen bij wie je wil. Maar niet bij de cambio. Maar niet bij de cambio's. Hè? Dus als iemand zegt, meneer, ik haal mijn geld weg en ik zet het onder een kussen, dan mag hij. Want het is zijn geld. En dat is het principe waar het in feite om gaat. Wat jouw bezit is, is jouw bezit. Wat jouw eigendom is, is jouw eigendom. Daar mag de staat niet aan komen. De staat heeft niet gesweet om dat geld op te brengen. Hè? Dus dit zijn zaken die we mogen verwachten in de toekomst, hoor. Okay. Waar de mensen hun geld gaan opbergen, I don't know. Maar je mag verwachten dat men... Kijk, je hebt een heleboel mensen die hier in Suriname wonen en hun AOW krijgen uit Nederland. In euro's. Weet je hoeveel geld... Ja. Wat zegt u? In euro's, ja. In euro's, ja. Ja, ja. Weet je hoeveel geld die mensen in de loop van de tijd hebben opgespaard, man? De man heeft nauwelijks misschien een jaar of twee, zeg maar 5 jaar gewoond in Nederland. En heeft recht op die AOW. En hij krijgt zijn AOW iedere maand hier. En zijn vakantiegeld krijgt hij ook nog.
En iemand spaart dat ding op. En dan ga jij zeggen, wel luister meneer, geef hier. Geef hier, je gaat het wisselen, maar tegen mijn koersen. Niemand zegt nee toch. Dus hij gaat zijn geld weghalen tot betere tijden. Mm-hmm. Of hij gaat dus ondergronds, in het duister toch wel, tegen een hoger bedrag zijn geld wisselen. Want hij zegt, hij heeft ervoor gesweet. Ja. Dat zijn de dingen die hier op dit moment spelen. Ja, dus maar, ik ben bang voor deze zaak hoor. Ja, ik, maar argument wat de initiatiefnemers en indieners van deze wet geven, is om de koers te beteugelen. Niet de koers om dus rust te brengen. Maar ik zou je zeggen, uh-huh. Geld werd vroeger in goud uitgedrukt. Zo niet heel oorspronkelijk kreeg je een stukje goud. Maar doordat je natuurlijk niet zoveel goud had om te verdelen voor zoveel mensen, heeft men dus papiergeld gemaakt en munten. En men zou vertrouwen moeten hebben in dus dat papier of dat muntstuk, dat het een even grote waarde heeft als dat goud dat je kreeg. En daarom wordt geld genoemd fiduciair geld. Fiducie, je moet eigenlijk vertrouwen hebben in dat ding. Mm-hmm. Maar als men geen vertrouwen meer heeft in jouw geld, dan hoe dan? En dat is het punt. Door die kwestie van de centrale bank, dat graaien in die valutareserve van die banken, heeft men geen vertrouwen meer. Niet alleen in de centrale bank, maar het hele bankwezen, wat ik zal u zeggen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, doordat de bankiersvereniging een overeenkomst is gaan sluiten met de centrale bank en de regering, om dus die valutareserve, die kasreserve, terug te nemen vanuit het buitenland naar Suriname, is dit ding ontstaan. En men vindt dus dat de bankiersvereniging had moeten weten wat die regering zou doen. Omdat de heer Teltink in 2009, als ik me niet vergis, diezelfde maatregel heeft genomen en tegen de bankiers heeft gezegd, stellen jullie alle geld in het buitenland. Omdat wat de heer Goedschalk gedaan heeft onder het bewind van Wijnenbos is desastreus voor onze economie. Nou, die informatie had de bank, had de vereniging van bankiers, zeggen die mannen. Dus wanneer je beslissing nu gaat nemen om het tegenovergestelde te doen van wat Teltink gezegd heeft, dan vindt men jou dom. En daarom zegt men, we hebben dan ook geen vertrouwen meer in die hele bankierstoestand. Ja? Dus het zijn een aantal zaken die het vertrouwen in het bankwezen en in het geldwezen van Suriname ondergraven. Er is duidelijk geen vertrouwen, dus zoals je het nu verklaart. Absoluut niet hoor, absoluut niet. Dus daarom zei ik, men heeft een wet gemaakt, maar ik weet niet of dat in gaat werken. Oké, wat zal deze wet betekenen voor de koers? Dat is wat Suriname nu in de greep houdt, hè? Die fluctuerende valutakoers. Wat zal deze maatregel of deze wet betekenen voor? De consequentie hiervan kan zijn dat bepaalde winkels gaan sluiten. Meen je niet? Bepaalde winkels gaan sluiten, omdat de handelaren van oordeel zijn dat ze de dollars die ze hebben heel duur hebben ingekocht en niet voor 7,50 gaan prijsgeven om zaken te doen. Dus je gaat dus een aantal winkels krijgen die gaan sluiten. Verder denk ik dus dat de verschillende transacties op basis van deze koers van 7,50 niet zo vlot meer zullen zijn. Misschien minder frequent zullen zijn dan voorheen. Omdat de cambio's geen inbreng meer hebben in die hele transactietoestand. Dus alles moet dan nu via de centrale bank en via de banken tegen dus deze koers. Waardoor in feite het geldwissel en geldverkeer in Suriname zeer stroef zal lopen. Ik weet zelf niet of men op deze wijze meer US dollars op de markt wil krijgen. Maar ik heb niet de indruk dat op deze wijze je meer dollars gaat krijgen. De mensen gaan juist proberen om hun dollars vast te houden. De handelaren die natuurlijk afhankelijk zijn van importen, want we hebben een importeconomie, die zullen natuurlijk hun
hun valuta inbrengen daar waar ze dat nodig achten. Maar het aankopen van valuta, dat zal erg stroef gaan. Dus dat is wat ik vermoed. Het hele handelsverkeer zal naast dus die kwestie van die corona die we nu hebben, zeer stroef gaan. Bepaalde bedrijven die nu al gesloten zijn, die zie ik niet meer opengaan. Met alle consequenties van dien. Gelukkig zijn het gewoon winkelbedrijven. Maar als het gaat om grote bedrijven die zaken importeren uit het buitenland, dan wordt het nog moeilijker. Dus dat is wat ik zie hoor. Ik zie geen echte verbetering aan de hand van deze wet. Oké, ik heb een initiatiefnemer indiener gesproken die zegt van het is juist goed, want dollars worden nu goedkoop en dat zorgt ook voor automatische prijsverlaging in de winkels. Want die importeurs kopen nu dollars, 7,50. Iedereen 7,50, één koers. Dat is toch één koers, dat is toch veel beter voor de economie? Ja, nou, de regering heeft toegesteld dat er een strafbepaling zal zijn voor mensen die hun prijzen opjagen. Maar weet je wat het geval is? Ah. De mensen die stellen hun prijzen niet vast op basis van alleen een koers. Dat is de eigenaardigheid van de handel. Hè? Men prognosticeert. Men gaat ervan uit, hoe zal de prijs van dit product zijn na zoveel tijd? Want ik moet dat ding weer kunnen kopen. En dan moet ik dus dat geld om het te kopen tegen die tijd hebben. Vandaar is dat men de dingen verkoopt tegen een prijs die hoger is dan datgene waarvoor ze betalen. Kijk, je moet die handel kennen en je moet een studie maken van de handelspraktijken, maar ook het denken van de handel. Met name de mensen die lang in die handel zitten, om te weten hoe men werkt. Het zou kunnen hoor dat je een aantal handelaren hebt die zich onderwerpen aan deze zaak. Maar ik weet dus dat er een heleboel, vooral de mannen die nu hun dollars hebben, en waarvan ze zeggen van luister nou, ik heb mijn dollars vrij duur gekocht, ik ga het niet voor 7,50 verhandelen. Die mannen, die gaan dus misschien op een andere manier te werk gaan. Het zijn handelaren die een substituut hebben. Hetgeen betekent dus dat naast hun winkelbedrijf hebben ze misschien nog een autowerkplaats. Die gaan daar in die autowerkplaats en die sluiten het bedrijf. Dus dat, met al dat soort zaken moet je rekening houden. Het is een studie op zichzelf die je hieromtrent moet doen. Aha. Geeft die man ongelijk? Nou, die zegt dat ik mijn dollar duur gekocht heb. Dus ik zal hem aanpassen. Dat zijn de dingen toch. Okay. We gaan positief dus afsluiten, meneer Wat is dan goed aan deze wet, volgens u? Nou, in elk geval, men heeft positief, geprobeerd hoor, om wat rust te brengen. Is het gelukt? In die materie waarbij men zegt, luister nou, de centrale bank moet weer, want dat is die bedoeling, hè. De centrale bank moet weer die positie hebben die hij altijd, of die hij zou moeten hebben volgens de bankwet. Dat is de bedoeling. En vandaar is dat men gepleit heeft voor een centrale bankkoers. En al die koersen die zweefden hier in Suriname, die heeft men dus laten vallen. Hij heeft me gezegd, die 7,50 van de centrale bank, die wordt gehanteerd als officiële koers. En iedereen moet zich daaraan houden. Dus dat is iets dat men geïntroduceerd heeft. En waarvan we hopen dat die wat rust kan brengen in die samenleving. Zonder dat je dus ondergrondse activiteiten krijgt. Maar nogmaals, bij dit soort zaken, en we weten het van uit het verleden, heb je dus allerlei activiteiten die zich voltrekken in de sfeer van de geldwisseling en dat soort toestanden die met deze koers helemaal niets te maken hebben. En laten we hopen dus dat het niet zo ver komt. En dat men inderdaad streng gaat optreden wanneer men merkt dat er allerlei duistere figuren, zwarte markttoestanden ontstaan. Hè? Maar de bedoeling van deze wet is om rust te krijgen, rust te brengen weer in het geldverkeer, het geldelijk verkeer hier in Suriname, waardoor de mensen langzamerhand weer vertrouwen krijgen in die centrale bank. Want ik moet u eerlijk zeggen hoor, het vertrouwen in de centrale bank is helemaal weg. Trouwens, u zult wel weten dat er hier twee protestdemonstraties zijn gehouden.
Ja. Juist naar aanleiding van datgene wat bij de centrale bank gebeurd is. Natuurlijk. Maar komt die rust dan terug? Ze kiezen een ondernemer een wet aan om, zoals u zegt, om die rust terug te brengen. Ja. Gaat die komen? Ik hoop het. Omdat nogmaals, het gaat hier om het winnen van het vertrouwen. Niet alleen in de Surinaamse dollar, maar ook in de activiteiten van de centrale bank. De centrale bank heeft het in de loop van de tijd, vooral onder de ex-governor van Trict, laten liggen. We kunnen natuurlijk allerlei zaken zeggen met betrekking tot waarom het zo gebeurd is. Maar het zou misschien speculatief zijn om dat te doen. Alleen, vanwege dus het gedrag van de heer van Trict, diefstallen en het gebruik van gelden voor privézaken, is het vertrouwen helemaal verloren. Dus dat moet je proberen te herwinnen. En of deze wet dat vertrouwen zal herwinnen, dat moeten we nog zien. Dus we moeten, zeg maar, die wet nog een kans geven om te werken. Dus, en om te kijken wat de effecten zullen dus zijn. Dus meneer Boldewijn, u verrast me, u bent voorstander van deze wet? Voorstander? Nou, voorstander. Kijk, die wet is er. Je kunt hem niet aan een kant schuiven. Hij maar is er nu even. Het is diezelfde wet die ook zegt dat het verboden is om voor meneer Boldewijn om vriendenvaluta thuis te hebben. Nee, maar kijk, als die wet er is, dan kijk ik naar die bedoeling. Ik zeg alleen maar, ik hoop dat die bedoeling gerealiseerd wordt. Maar of die bedoeling gerealiseerd wordt, dat moeten we nog afwachten in de praktijk. De praktijk is onze beste leermeester. We gaan het meemaken. August Boldewijn, bestuurskundige in Suriname. Dank u wel voor uw toelichting. Oké, geen dank hoor. Dank u.